Stel, je bent familievlogger. En je verdient je geld dus door jezelf en je familie en je kinderen te filmen en zo. Soms zelfs de kids zelf te laten filmen. Hoi hoi, welkom in deze splinternieuwe video. Mijn naam is Luan Bellinga. Je hebt dat allemaal. Wat is dan een logische volgende stap om ervoor te zorgen dat je je kinderen nog net iets verder kan uitbuiten voordat ze te oud worden en niet meer schattig zijn en je weer een paar nieuwe kids moet maken? Een eigen bioscoopfilm natuurlijk! En dat is precies wat de Bellinga's gedaan hebben. En hij heeft een 2,2 op IMDb. Dat is niet goed. Sinds vorige week staat de film op Netflix. Hij stond zelfs in de top 10 Nederlandse films in Nederland. Ben je nou nog niet helemaal op de hoogte van het hele verhaaltje omtrent kinderarbeid en de Bellinga's? Check dan zeker even deze video op mijn kanaal, linkje in de beschrijving. Dus pak je popcorn, pak wat drinken en normaal zou ik zeggen zorg dat je naar de wc bent geweest. Maar deze film is dus niet eens een uurtje lang, waardoor die volgens sommige mensen op het internet een short film genoemd zou moeten worden. Vandaag in de Egbert Reviewing, de Bellinga, Huis op Stelten. Het is zover, we gaan kinderfilms kijken op dit kanaal. Beginnen met de film heb ik een aantal dingen opgezocht. Want in Nederland hebben we een aantal hele strenge wetten die ervoor zouden moeten zorgen dat kinderarbeid niet mag. Blijkbaar is dat bij vlogs een soort grijs gebied of zo. Maar bij films en traditionele media moeten die regels wel wat strenger zijn. Kinderen mogen maar een bepaald aantal uur per dag werken en er moet een kinderbegeleider aanwezig zijn. Dus toen ik in de credits deze twee namen zag, dacht ik, oké, nice. Ze houden zich hier wel aan de regels of zo. En toen las ik een interview met een van die kinderbegeleiders en die zei, ik was er als kinderbegeleider, dus ik zorgde ervoor dat de kinderen de juiste kleding aan hadden, opgemaakt waren en op tijd op de set kwamen. Dus het is meer een soort personal assistant, zeg maar. Ik weet niet of dat helemaal is wat de wet bedoelde, zeg maar. Ik denk meer een soort van niet dat. De regisseur van de film is trouwens Armando de Boer. Een van de makers van de Club van Sinterklaas. En de regisseur van de Pokémon Flippo update. Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuw programma. Namelijk Pokémon Update. Dus ik weet nu al, met deze film zijn we in goede handen. Ik heb er zin in. Na wat logo's begint de film met een shot van een robotgrasmaaier van meer dan 1000 euro van Gardena. Een van de sponsoren van de film. Stop. Zo weet je in ieder geval dat deze film gemaakt is om dezelfde boodschap van hoop, geloof en een beetje liefde te verspreiden. Net als hun vlogs. Farah en ik hebben als missie hoop en liefde uit te zenden. We zien Daniel en Farah allemaal voorbereidingen doen, omdat ze zo met het hele gezin moeten kijken wie de grappigste familievlogger van het jaar is geworden. Vanavond wordt eindelijk bekendgemaakt wie de grappigste vlogger van het jaar geworden is. Hapjes en drankjes die niet worden gebruikt, omdat iedereen alleen popcorn eet. En meteen aan het begin van de film merk je al dat dit script is geschreven door iemand die hip en cool is, want Luan Bellinga zegt epic tijdens het gamen. Wow! Epic! Zit Lucilla trouwens haar eigen muziek te luisteren in haar kamer? Oké. Raar. De wedstrijd voor de grappigste familievlogger gaat tussen de Bellinga's, de familie Brand. Die bestaat uit twee mensen die volgens mij niet eens een familie zijn. En ook moeten ze het opnemen tegen het eerste resultaat als je ski-accident opzoekt op iStock.com. Uiteraard winnen de Bellinga's en de award wordt uitgereikt door de persoon die het meest met familievloggen ooit te maken heeft. Henny Huisman. Uw familie is de grappigste vlogger van het jaar geworden. En dan is er, natuurlijk, zonder enige uitleg, een dansfeest. Party fiesta, ah, olé, olala, ah, tijd voor een feestje en taart met chocola. En hier ontmoeten we ook Buuf Bets en die wordt dus gespeeld door de enige actrice in deze film. Kun je dat bewijzen? Want er is tegenwoordig zoveel fake nieuws in de wereld. Oké. Voor de familie Brand is het verliezen van deze wedstrijd blijkbaar het ergste wat ze ooit is overkomen. Nee! Hallo! En dus nu moeten ze en zouden ze de beker terugstelen van de Bellinga's, zodat ze die kunnen verkopen? Als wij die gouden beker hebben, dan worden we rijk. Want die kunnen we verkopen. Ik weet niet hoe rijk ze gaan worden van die 90 euro, maar vet voor hun, denk ik dan. Ze laten ook nog even zien waarom ze hadden moeten winnen. Eén van hun is namelijk een keer in punaises gaan staan. Hoezo net niet leuk genoeg? Oh nee? Geintje. Nou, wie stond er met zijn blote voeten in een hele doos vol punaises op jouw verjaardag? Ja, leuker dan de vlogs van Gio. Naast de beker hebben de Bellinga's ook een verblijf in een resort voor twee personen gewonnen. En je zou denken dat ze een prijs voor het hele gezin zouden uitreiken. Maar dan konden ze natuurlijk niet Home Alone namaken in de laatste 15 minuten van de film. Daniel en Farah vinden het wel lastig om de kids alleen te laten. En dat zien we in een emotionele scène. Daan, die prijs is wel zonder de kinderen.
Hoe lang zijn we al niet zondags op vakantie geweest? Te lang geleden. Schat, even een weekendje weg met ons tweeën. Dat zal ons zo goed doen. En vanaf dit punt in de film, en dit is ergens in de eerste 10 minuten of zo, viel het me op hoe raar deze productie eigenlijk in elkaar zit. Iedereen is op exact dezelfde manier belicht. En de kleuren zijn alsof iemand Cinema Color heeft opgezoekt op Google. De lampen verspringen steeds en op sommige plekken raakt de camera zelfs dingen in de set aan. Hier, moet je dit zien. En op sommige plekken in de film zijn de shots niet eens scherp. Dus ik dacht, wie de fuck heeft dit gemaakt? Goof de Koning was cameraman voor deze film. En blijkbaar is dit niet de enige horrorfilm die hij gemaakt heeft. Want hij was ook de cameraman voor The Human Centipede. En Project Geo ook. De ouders gaan naar het resort en laten de kids achter bij de buurvrouw. Maar ze geven nog wel even de camera aan Luan, zodat hij in ieder geval kan blijven werken. Want dit enorme fucking huis gaat zichzelf niet afbetalen. Nou lieverd, heel veel plezier. Hier hebben jullie de vlogcamera. Dan kunnen wij jullie avonturen zien voor als we weer terug zijn. Doeg! Voordat ze wegrijden komen de honden van de Bellinga's nog aangelopen. Dit is een fan-favorite natuurlijk. Hey, de film is niet compleet zonder de honden. En in het echt heten de honden Woezel en Pip. En omdat dit dus copyrighted namen zijn, hebben ze in de film de royalty-free, copyright-free, free download namen. Dit zijn Woeske en Pippa, onze honden. Woeske en Pippa. Gestrikt. Deze film is gestrikt door de namen van de honden. Ondertussen zit de familie Brandt in de bosjes met militaire afluisterapparatuur. Oké. Okay. Omdat ze nog steeds de beker willen stelen. En dan komt Luan aan, die blijkbaar de honden gewoon op hun eigen gigantische tuin uitlaat. En plast de hond zo ver dat het helemaal de schoen raakt van een van die boeven. Godverdomme. Wie best heeft eens zitten denken? Ik heb eens zitten denken, hè? Over de boodschap van deze film. Want het kan natuurlijk niet allemaal gaan over Gardena en diefstal en hoe groot je huis wel niet is. Elke film heeft een boodschap nodig. Buf Bets gaat hem je vertellen terwijl Lucilla een erg geloofwaardig telefoongesprek heeft op haar iPhone 14 Pro. Jullie zijn altijd maar bezig met die schermpjes, schermpjes dit, schermpjes dat, telefoontjes, gamen. Hè? Ja. Wat nou als we een weekend doen zonder... De boodschap van deze film is dat schermpjes slecht zijn. Vroeger hadden wij geen schermpjes, maar wel toch veel lol. Maar ja, tegenwoordig heb je van die schermpjes en is de lol vaak verdwenen. Een familie die multimiljonair is geworden doordat kids op kleine schermpjes hun video's kijken, heeft nu de grootste schermen in Nederland opgezocht met een bioscoopfilm om te vertellen dat schermpjes dus slecht zijn. Dus iedereen moet telefoons inleveren en zo. Maar gelukkig mag Luan de camera wel houden. Want anders kon je dit hele fucking huis niet afbetalen natuurlijk. Dan waren ze dakloos geweest. Hé, hey, misschien deel 2. Bellinga's worden dakloos. Dat lijkt me echt nice. Like in de comments als je dat ook nice lijkt. Voor mensen die hun hele leven al vloggen, zijn ze er niet heel goed in trouwens. Ja, deze vlog wordt vast nice. Hier. En volgens mij heeft de regisseur hier tegen Luan gezegd: doe jij maar even alsof je aan het vloggen bent. Nu lijkt het alsof ze allebei niet weten hoe dat eruit ziet. Ook begint hij zijn vlog zo. Hallo, ik ben Luan Bellinga en welkom in deze vlog. Ik neem jullie mee in mijn te gekke leven. Ik weet niet of het de bedoeling was van deze film, maar ik haat deze kinderen. Buf Bets heeft voor de weekend zonder schermpjes wat bedacht. Een bingo molen met activiteiten. En de eerste activiteit die ze gaan doen is natuurlijk... Wij gaan uitgooi wedstrijd houden! Terwijl de kids taart aan het gooien zijn, komen de ouders aan in het resort voor 2 personen en moeten ze ook hun telefoon inleveren. Regel 1. Telefoons en camera's en beeldschermpjes allemaal inleveren. En daarna de hoa-hoa-dans doen. De hoa-hoa? Een dans die iedereen op het resort moet kennen en daarna voor de rest van de film niet meer terugkomt. Doe maar mee. Nee. Echt hoor? Mm-hmm. Ik weet ook niet wie de outfits heeft bedacht voor deze film, maar Daniel lijkt in dit pak dus op zo'n duimmannetje. En dat vind ik dus vet. De boeven van Home Alone zijn ondertussen een oplossing aan het bedenken voor hun grootste obstakel tot nu toe. De copyrightvrije honden van de Bellinga's. Gadverdamme, smerige beestenman. Ze hebben me helemaal ondergepist. Precies, tijd voor de volgende fase dus. Ik zou zeggen, je kan ze gewoon trappen. Hè? Zijn niet zo groot. Gewoon harde trap. Beetje alsof je een voetbal wegtrapt of zo. Dan heb je het wel. Maar de boeven hebben iets anders bedacht. Slaapmiddel. Wat nou als wij die worstjes in het slaapmiddel doen en dan aan die honden geven? En nu kunnen we Luan eindelijk aan het werk zien als YouTuber. Wil je nou een YouTuber worden of ben je beginnend YouTuber? Let dan zeker op, want deze scène is belangrijk voor jou. Dit is namelijk hoe je de nieuwe Bellinga vlog maakt en uploadt. Je plugt je camera in, je drukt op een aantal willekeurige toetsen op je toetsenbord, je zegt... Bets is een oude taart. Bets is een oude taart. Typ de titel van je video over het beeld heen
en drukt op enter. En dan verschijnt dit scherm. En elke YouTuber herkent dit scherm uiteraard. Dit is het uploading scherm. En voilà, je video staat online. Ze hebben een nieuwe video geüpload. Deze hele scène bevestigt voor mij in ieder geval wel dat de makers van deze film misschien niet eens internet hebben thuis. Bets, die uit een kledingrek springt, wat in het midden van de kamer staat, vertelt dat ze nu Boefje gaan spelen. Oh, Boefje spelen. En ik dacht dat ze hier om de echte fans van de Bellinga's blij te maken het hadden over de Habiba Challenge. Dat de kids misschien de Habiba Challenge gingen doen of zo. Maar nee, het is een soort verstoppertje. Boef, Bets? Ja, kind? Jij bent toch al de boef, maar wij zijn toch nog niet Cowboys en Cowgirls? Yes. Ik kan je niet helemaal uitleggen waarom. Maar ik heb het idee dat deze kids geen echte acteurs zijn. Ondertussen leggen de boeven van Home Alone de worstjes neer voor de voordeur, zodat de honden die eten en in slaap vallen. Maar ze worden gespot door Luan. Bets, 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 Bets! De boeven schuilen achter een muurtje en Luan doet wat die NPC's uit Skyrim ook altijd doen. Daar! Ah, verdorie! Ah, het zal de wind wel geweest zijn. Had je niet gedacht, hè? Dat je zonder telefoontjes en schermpjes nog zo... Oh my god, mam, ik snap het. Schermpjes zijn slecht. De schermpjes zijn slecht. Ik snap het. We knippen naar exact hetzelfde shot als eerst, maar dan met een blauw filter eroverheen, waardoor het lijkt alsof het nacht is. Behalve als je naar de lucht kijkt. Wief Bets gaat de derde activiteit laten zien. Kamperen in huis. Dus een beetje lief. Een beetje schattig. Ook heeft de schrijver van het script aanvallen geschreven. Onmasmeloos. Aanvallen. Hebben deze mensen nog nooit een normaal gesprek gehad? Denk ik dan. En hier gaan ze zeggen aanvallen. Deze film wordt fucking nice. Tijdens het kamperen gaat opeens het alarm van het huis af. En als alarm hebben ze dus alarm sound effect copyright free royalty free free download 2012 ingesteld. Luan, Luan, word wakker, ik hoor wat. Bitch, bitch. Dat je denkt, hè, is dat een sound effect? Nee, wordt ingebroken. De kids raken meteen in paniek en die denken dat de boeven terug zijn. Maar Bets, die gelooft niet in alarmen. Jullie zitten veel te veel op die schermpjes van jullie te kijken om zulke rare ideeën te krijgen. Zijn hier geen boeven? We zien dat het alarm afging door een van de boeven die naar de wc moest en toen niet de 90 euro beker heeft meegenomen. Dus jij hebt dat alarm laten afgaan? Ja, ja, ja. Maar je hebt die beker niet meegenomen. Dus de boeven bedenken een nieuw plan. Slaapmiddel. Het is weer slaapmiddel. Op bloemen dit keer. Ruik er maar lekker aan. Ze zijn heel vers. En wat ze nu gaan doen om de Bellinga's uit te schakelen is de internetkabel doorknippen. Want op dit screenshot van Google Maps zagen ze dat hun internetkabel precies bij de oprit loopt. En dan kan Luan geen video's meer uploaden en dan raakt ze het huis kwijt. Of zo. En dat is precies wat wij willen. Want geen video's, geen... Kijkers. Ja, en geen kijkers, geen... Prijs. Precies. Ik ben er niet helemaal mee in dit plan. Maar Buf Bets, die ligt dood op de grond. Bets, deze is voor jou. Ik mis je. Gone too soon, man. Gone too soon. We lost a real one today. Maar nu Buf Bets dood is, kunnen we eigenlijk beginnen met het Home Alone gedeelte van de film. Waar ze zelfs shots en muziek uit Home Alone gejat hebben. En ook en de boeven ook. De hele film al. De boeven. Bij het lijk van Buf Bets krijgen we eindelijk de befaamde Bellinga handshake te zien, waar fans al jaren op wachten. En roepen ze ook, wij zijn toch de Bellinga's? Wij zijn toch de Bellinga's! Luan heeft naast een gaming setup ook 20 schermen met alle camera's van het huis. Zoals kinderen van multimiljonairs dat hebben. Oké, tijd voor actie. Maar ze kunnen kijken naar de booby traps die ze gemaakt hebben. Die zijn alleen wat minder indrukwekkend dan in Home Alone. Want in plaats van dingen waar de boeven dus dood aan kunnen gaan, hebben ze lijm op de grond geplakt. Lijm. Oh, hij is al vastgeplakt. En wie kon natuurlijk het kanon met de ballenbakballen vergeten? Nu! En het schuim. Met schuim. Is het vetste wat ze konden bedenken? Schuim? Schuim? Het is schuim. Ja, ik heb het ook in mijn shampoo thuis. Uiteindelijk, na al deze booby traps, geven de boeven zich gewonnen en roepen ze: jullie zijn nog niet van ons af! Jullie zijn nog niet van ons af! Oh ja? Verrassing!
Wat normaal dus betekent dat ze zich gewonnen geven. Maar het shot later zijn ze gewoon ingebroken in het huis. Het is ze eindelijk gelukt. Dus misschien was het een soort afleiding of zo. Ondertussen hebben de ouders de taartenvlog gezien en zijn ze daar zo erg van geschrokken dat ze zonder te betalen het resort uitrennen. En moeten acteren alsof ze in paniek zijn tegen elkaar. Ze breken de hele tent af daar. Is allemaal jouw schuld. Mijn schuld? Ja! De boeven hebben de beker te pakken en vangen de kids in hun eigen net. En blijkbaar werkt dat niet alleen voor vissen, want de kids die zitten hier overduidelijk vast. Zo vast, dat ze het shot waarin Luan in 2 seconden het net van zich af heeft gewerkt, net op tijd wegknippen. Buffets was blijkbaar toch niet dood en slaat de boeven met een pan, waarna dezelfde willekeurige mensen als aan het begin weer komen dansen. Er is geen uitleg. De kids staan hun verhaal te vertellen tegen mensen die niet geïnteresseerd zijn. Die boeven had echt niet mooie kleren. En toen is dat bed gewoon helemaal onder de verf over hem heen gooien. Het was Luxie schuld en daar... En opeens gaan ze dansen en dan is het klaar. En dan gaat Netflix andere dingen aanbevelen. Wat een film. Wauw. Ik heb heel veel zin in het moment dat Dutch Filmers erachter komt dat ze ook films kunnen maken over of met YouTubers die niet kut hoeven te zijn. Een van de weinige reviewers van deze film die zei het misschien het beste. Als je deze film niet hoeft te recenseren, dan zou ik hem zeker niet kijken. De officiële Egbert reviewing score van de Bellinga Huis op Stelten. 2/10. Een extra puntje, omdat ze die gast van Project Geo nog wat meer werk hebben gegeven. Arjen Lubach, mocht je deze hele video hebben afgekeken en denken, oh, ik wil dit item ook weer behandelen in mijn televisieprogramma. Dat kan, dat mag. Mijn 06-nummer staat nu in beeld. Stuur me zeker even een berichtje en dan, weet niet, kan ik meeschrijven of zelf misschien wat van die graphics maken. Thanks voor het kijken. Wil je meer weten over de Bellinga's en kinderarbeid? Dan staat mijn vorige video over de Bellinga's nu in beeld. Kan je opklikken. En joep.